Jij hebt al zoveel meegemaakt met de familie, Pascal. Je hebt ook al die momenten beleefd, die emotionele momenten ook. Ja, geboortes van kinderen en kleinkinderen en zo verder. Wat heeft jou zowat het meeste aangegrepen gedurende heel die periode dat jij bij hen was? Hun doorzettingsvermogen. Ik denk, om het even wat er gebeurde, die kwamen daardoor. Een van de ergste dingen die ik vond, was, buiten het faillissement natuurlijk, maar een van de meeste dingen, een van de dingen die mij het meest heeft aangegeven, is de blessure van Francesco. Maar zijn knie, want Francesco was een talent in het wielrennen en heeft enorm veel pech gehad met zijn knie, de knieblessure. En zoveel jaren later heeft Devon identiek hetzelfde. Die heeft identiek dezelfde blessure, alleen is er nu, de wetenschap is vooruit gegaan, heeft een betere operatie gehad, een andere dokter. En ik hoop dat dat goed komt voor die kleine, want die is ook boordevol talent. Maar wat we dan het meest heeft aangegrepen is dat doorzettingsvermogen van Francesco. Die gasten, dat was een droom. Hè? Die is hem afgepakt. Daar kan niemand aan doen. Maar die vindt dan in zijn kop andere wegen om te smijten in zijn muziek, in zijn werk. En ik heb daar enorm veel respect voor. Ja.